wat mij lief is. Niet mijn vrouw, niet mijn moeder, jouw kasten. Het is allemaal mijn schuld. Ik heb mijn vader vermoord, mijn moeder geschonden en mijn familie aan de steek gelaten. Ik ben het niet waard om jullie Capo te zijn. Capo, niet die Capo. Ik, Oedipus. Mijn ogen hebben te veel gezien. Te veel ellende, te veel dood, te veel haat. Niets dan verdriet en ellende, enkel verschrikking en pijn. Dat is mijn lot, alles kapot, het leven spot met mij. Mij heeft de voorspoed verlaten. Bij mijn geboorte stond vast dat aan het eind niets meer zou zijn. Alles werd aangetast. Ach, kon ik het leven overdoen. Zou je beschermen net als toen. Waar ik moest zwerven, moest jij nu sterven. Je zag geen andere weg voor je fatsoen. Waar is mijn leven gebleven? Nooit meer een glimlach van jou. Nooit meer een knik, lieflijke blik, moeder en tevens vrouw. Moeder, mijn lief, het spijt me, ik heb het gezworen. Ik ben het niet waard om te zien. Alles waar mijn oog op valt verandert in ziekte, bederf, dood. Mijn hele leven was ik al verblind. Er is niks veranderd. Vanaf het moment dat ik Capo voor de familie Athene werd, is mijn leven veranderd in een puinhoop. Ik heb er een puinhoop van gemaakt. Wat een onzin. Je bent de liefste papa van de hele wereld. De beste Capo die de Thebes ooit gehad hebben. Hoe kun je nou zeggen dat je er een puinhoop van gemaakt hebt? Kijk daar. Mama! Jouw kast! Wat heb je gedaan? Niets! Had ik maar iets kunnen doen. Alles wat ik heb gedaan, was al gedaan. Lang geleden. Het heeft de familie aan levens gekost. Heel veel levens. Te veel levens. Ik heb gefaald. Oh.
Wat ik ervan heb begrepen, ging het over een moord uit het verleden. Wat nou, Geel?
Gaat even je oude koeien uit de sloot halen. Een beetje respect in Theocles. Het gaat hier wel over de moord op de ex van je moeder, ja? Wat moeten die vets met de moord op Lijs? Dat is een familiezaak. Wij moeten erachter zien te komen wie Lijs vermoord heeft. Zet er een beloning op. Wat nou beloning? Niks beloning. Als ik erachter kom dat er iemand is hier die in deze kwestie iets verzwijgt, dan beschouw ik die persoon als medeplichtig. En medeplichtigheid wordt bestraft. Ruk ik zijn tong uit en vermorsel ik zijn knieschijven. Dat voorspelt niet veel goeds voor de moordenaar zelf. Die gaat met een tongvoetje de grond in. Hou je er buiten zijn snot aan? De moordenaar, die steek ik de ogen uit, dat zweer ik. Zullen we die wel eerst moeten vinden? Het zal zo makkelijk nog niet zijn, de moord is al bijna verjaard. Het spoor is nogal lang uitgewist. Maar voor zover ik weet, ben jij niet helpen zien. Ik niet, maar Theresia wel. Theresia? De oude gekke wijf? Wat moet je daar nu mee? Trek je aan mijn inzicht in twijfel. Je kunt 100 keer mijn zoon zijn, mijn familie en familia. Als er getornd wordt aan mijn leiderschap, dan ken ik geen genade. Zo heb ik het ook helemaal niet bedoeld. Ik wil alleen maar zeggen dat... Wat wilde jij alleen maar zeggen? Het is echt niet dat we je inzicht in twijfel trekken hoor, maar het is gewoon... Maar wat trekken jullie dan wel in twijfel? Mijn verstandelijke vermogen stond, mijn mensenkennis, mijn geboorte... Niet! We trekken helemaal niets in twijfel. Dat is uitermate omstandig, Theocles. Hoi, poes. Haal dat schietuig van het mijn zoon. Als er iets fout gaat, zal ik het laten bezuren. Er sterven wel genoeg mensen in onze familie. Ah, Jocaste, mijn lieve zus. De moeder beschermt haar jong. Ze uitkijken, hoi, poes. Ze zal vechten al heel veel. Jocaste, mijn lieve. En mijn twee oogappeltjes. Mijn liefste dochters. Wat zien jullie er prachtig uit vanavond? Wij gaan uit vanavond. Wel ze niet Club 20 maken. En wie gaat voor jou als beveiliging? Kom op, Paul, moet het nou echt? Die klimkasten van jou schrikken elke leuke jongen af. Dat is precies de bedoeling, jongen daar. Ja, hoe kan het dan een leuke avond worden? Ah, kom op, Paul, doe niet zo flauw. Ismena en Tigenezen geen kleine meisje. Het sloot tenslotte de Nikkepet. Dus wat kan er fout van? Hoezo reageer jij Club 20 man? Volgens mij is jouw jaar net voorbij. Nu is het mijn moment. Die stomme regel. Paul, kom op, geef mij die club. Ik weet tenminste hoe je zoiets moet handelen. Vorige keer Polyniek is er maar een saaie boel van gemaakt. Ik had de boel net... Bullshit! Toen ik daar aan de macht was, werd het tenminste goed verdiend. Er was tenminste rust. Met jou aan het roer weet ik maar nooit. Dat is nou het probleem. Jullie regeren die tent. Dus dan weet je het inderdaad maar nooit. Mijn besluit staat vast. Jocaste! Zorg dat Atreus met de mijne meegaat om een oogje in het zeil te houden. Creon, wij gaan naar Theresia. Atreus, papa, alsjeblieft. Atreus, ik vertrouw die vent niet. Atreus is je neef. Familie. Familie kun je vertrouwen. Papa laat Haimon meegaan. Haimon? Waarom Haimon? Haimon is groot en sterk. En hij is ook een neef, toch? En hij is leuk. Wat bedoel je daarmee? Ik, niks, gewoon. Dat hij leuk is? Ja, hij is leuk, ja. Ja, ik mag hem toch zeker wel leuk vinden. Wat is dat dan? Hij heeft geen solutie. Geel. Wat vind jij? Het is per slot van rekening jouw zoon. Haimon is een goede jongen. Ik zou hem zelf meenemen als lijfwacht, als het nodig was. Goed. Mij. Atreus of Haimon? Haimon. Mom, look.
Margarita en een whisky puur. Het is weer een druk vanavond.
Ach, was je er ook weer. Wie zijn die twee meiden die bij me? Ik weet niet hoe dit dan voor elkaar gaat. Die blonde vind ik best lekker. Hou je nou eens in je hoofd en blijf bij die meiden vandaan. Je weet hoe hij is. Ach, wie ben je? Hey, Theocles, ik wil geen gedonder in mijn club. Is het zo? Nou, ik doe wat ik wil, waar ik wil en wanneer ik dat wil. Hey, Atreus, stel me voor van deze mooie meid. Dit wonderschone schepsel luistert naar de naam Pelopaia. En deze verstaalse maagd heet Cleona. Meiden, hou deze man te vriend, want hij regeert deze tent. Ik ben een Theos. Cleona, het klinkt als een heldere sterren. Na een lange hit. Na uren. Meneer, dit wil ik maar niet. Ik denk niet dat jij het wil. Het gaat er niet om wat jij wil. Het gaat erom wat ik wil. Ah, was toch lekker als steeds sporten. Hey Theocles, ben je nou helemaal besodemieter? Ik wil geen glazen in mijn club. Atreus, verdwijn met die twee meiden. Ik hoef die kop van jou voorlopig niet meer te zien. Atreus, blijf! En die meiden ook. En dan zie ik niemand. En als ik niemand bedoel, ik ook helemaal niemand die mij zegt dat ik met mij moet gaan in mijn club. In jouw club? Ja, mijn club. Over mijn lijk. Nou, dat kan. Mijn hart verzwaart bij binnenkomst. Er trekt een mist over mijn geest. Zeg me wat u wilt, maar hou het kort. Ik wens mijn lot niet met uwe te verbinden. Luister Theresia, oude heks. Jouw lot is met onze verbonden geraakt op het moment dat wij hier naar binnen liepen. Ik vergeef het je, omdat je blind bent en niet kunt zien wie je voor je hebt. Maar het is hier niet aan jouw wijze te stellen. Je doet gewoon wat je gevraagd wordt. Is dat duidelijk? Ik wist al wie er binnenkwam. Voor jullie één stap in deze kamer hadden gezet. Creon, ik doe wat mij gezegd wordt, zeker, maar niet door jullie. Ik kan slechts doen wat ik zie, zien wat ik voel. En wat ik voel, wordt mij vanuit de andere wereld
jij niet doet wat jij gezegd wordt, dan help ik je hoogstpersoonlijk naar die andere wereld van je. Ik ga als mijn tijd gekomen is. Niet eerder, niet later. Hij gaat nu gewoon... Later maar, Creel. Het is al goed. Luister, Theresia. Wij zitten met een probleem. En wij houden niet van problemen. Creel! Wij zitten met een probleem. En om dat probleem op te lossen, moeten wij weten wie in de tijd verantwoordelijk is geweest voor de moord van Laius. Laius. Oh nee, bij het woord van alle geesten. Oedipus, dat kan ik u niet zeggen. Wat nou niet zeggen? Vertel op, je hebt het hier wel over mijn zwager. Gruwzaam is je kennis, die slechts onheil brengt over de wetende. Ga weg en kom niet terug. Ik ga niet weg, niet voordat je me vertelt hoe het zit. Het is te erg voor woorden. Het zal me geen goed doen, geen goed. Luister, oude heks. Ik heb gezworen dat ik iedereen die iets achterhoudt in deze kwestie de tong uit zal drukken. En de knieschijven vermorzelen. Zo is het, dus. Oedipus. Jij. Jij hebt schuld. En alle ellende die familie Athene Jij hebt Laius. Jij hebt de oude Capo op je geweten. Je bent zelf de moordenaar die je zoekt. Belachelijk. Niet te geloven. Wat een ongelooflijk onzin. Jij bent niets meer dan een bedriegelijke handelaar in valse en magische trucs. Je ziet alleen maar profijt. Maar je bent blind voor de werkelijkheid. Trouwens, wat denk jij wel, Creel?
Wat probeer jij mijn schoenen te schuiven? Ik heb je wel door, jij vuile rat! Wat naast kan je nou weer, man? Is dit je bovenkamer gesprongen? Je hebt de leiding over de familie! Ja, toen Leidstief heb je een IPA mogen ruiken, en nu zie je kans schoon. Welke kans? Oedipus, waar heb je het over? Jij bent onze kapo. Jij wilt toch zo gaan weten wie Laius heeft vermoord? Jij wilt toch zo graag onder zijn steen boven hebben? Zeker wil ik dat, Creon. En als dat betekent dat jij probeert om mijn plaats in te nemen, dan bind ik die steen aan jouw voet en ga jij de klomp in. Nogmaals, ik wil geen kapo worden. Ik wil jouw plaats in de familie niet. Maar de woorden van Theresia zijn duidelijk. De woorden van Theresia zijn vals. Die blinde koeien die spreekt absoluut een wartaal. Dus de vrouw die het nog nooit mis heeft gehad en altijd de waarheid spreekt, knaapt nu opeens onzin uit. Kom op zeg, ik ben het met Oedipus eens. Wat voor een waarde hebben dit voor voorspellingen? Hoe vaak zitten deze zogenaamde waarzeggers er niet naast? Ooit heeft zo'n zich erin tegen mijn eerste man bij is verkonden of door zijn eigen zoon omgebracht zou worden. En wat is er gebeurd? Hij is Chicago, direct voor het Crown Center, met zijn eigen auto geschoten. En als enige kind de vuilnisbelt voor dood achtergelaten. Wacht. Waar precies is Laius opgekomen? In Chicago, voor het Crown Center. Ja, ja. En, hoe zag hij eruit? Hoe oud was hij ongeveer? Nou, van een klein man. Zijn haar begon te grijzen en hij reed in een 8 liter Bentley. Maar dan heeft Theresia de waard gesproken. Ik heb Leid vermoord en ik heb die Bentley van de weg geschoten. Zo achterhaalt het heden het verleden. Het kwaad komt boven. De leugen verschrompelt onder de werkelijkheid. Toch wil ik de onderste steen boven. Hoe verschrikkelijk het ook is, hoe diep ik ook moet gaan, ik zal het geheim van mijn geboorte ontrafelen. Ik wil weten hoe het zit. Ik ga door totdat ik dit heb uitgespit. Wie mijn vader is, wil ik als eerste weten. En van welke familie ben ik lid? Ik wil weten waar ik sta. En wie ons bracht in de familia? Wie heeft Laius uit het leven weggeschoten? Stop me niet, omdat ik dan een moord bega. Wie verklaart me het patroon? Van welke vader is de zoon? Welke moeder geldt het eerbetoon? Wie ben ik in dit verhaal? Is mijn leven vol op roem of een schandaal? Is er iets waarvoor ik mij zou moeten schamen? Leg me uit, wat zegt me die orakeltaal? Leg me uit, wat zegt me die orakeltaal? Leg me uit, wat zegt me die orakeltaal? Dood! Moord! Verderf! Ik voel het om mij heen. Ja. Allemaal bezig. Ja, wrijf het er maar in, weet ik niet wel. Niet in het verleden, niet in de toekomst. In het nu, in het heden, verdriet om u en de uwe. Zwart, inktzwart. Heeft dat mens het over? Jocaste, Oedipus, een dubbel verdriet, een driedubbel verdriet. Ik kan niet, het is te veel. Wat kan er gebeurd zijn, Oedipus? Wat kan er gebeurd zijn? Nou. Papa, mama. Nou weer, mijn vrienden hier. Het is verschrikkelijk. Ik deel ook best even wonen hier niet. Wat is er met mijn zoons gebeurd? Vlak nadat we Club 21 binnenkwamen, kregen ze ruzie. Iets over Ethiopeles en met een meisje geloof ik. In ieder geval stak Ethiopeles vanuit het niets politiek echt weer. Die vervolgens nog een kans had om Ethiopeles neer te schieten. Neergeschoten? Ze zijn dood, mama. Ze zijn dood! Haal het lichaam van Ethiopeles en zorg voor een mooie begrafenis. En Polynikes dan? Papa, waarom krijgt Polynikes geen begrafenis? Een man die niet weet hoe hij fatsoenlijk zijn club hoort te runnen, is het niet waard om lid te zijn van de familie Athene. Laat staan dat we mijn familiebegrafenis geven.
Steek die stem maar in de hens. Met zijn lijk erin, dan zijn we van hem af. Maar papa, papa... Antigone! Die kwam er zo aan, Poes! Dit? Wat moet jij hier? Zie je dat we bezig zijn? Ik had een bericht over Polybus. Wat is er met mijn vader? Hij is nog niet ziek, hoop ik. Hij is overleden. In des moedjes zijn, door waarvoor heeft een brein, heeft een
toekomst is ver, maar ook zo dichtbij. In één tel is toekomst heden en verleden tegelijk. De vraag is, wat wil jij weten, Laius? Laius. Zoon van Lactacus. Mijn lieve jonge vrouw, Lucas en ik zijn al enkele jaren samen. Maar het heeft ons nog niet echt gelukt. Jij vraagt je af of je ooit nog kinderen zult verwekken. Een zoon natuurlijk. Een waardig opvolger. Een capo in spe. Dat klopt. Natuurlijk klopt dat. Ik zal voor u de kaarten leggen. De tarotkaarten liggen nooit. Kijk, we doen er echt stil! Alles. Sommige dingen wil zelfs het orakel van Delos niet weten. Concentratie nu. Je vraagt om een zoon, Laius. Laius. Maar weet dat je door de hand van je eigen zoon zal omkomen. Je eigen zoon zal je vermoorden. Je eigen zoon. 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 Zij zo. Thank you.
Oedipus, het is waar. Je bent een vondeling. Ze hebben je gevonden toen je nog maar heel klein was. En ze hebben je naar Oedipus in mijn hoofd gebracht. En die hebben je opgevoed als een eigen kind. En dat weet jij zeker? Het is algemeen bekend, maar als je zeker uit wil, moet je naar Dennis. Geloof er helemaal geen bal van. Maar ik wil zekerheid. Dames, ik groet u. Ik ga naar Dennis. Ik ben onderweg naar Dennis. Mijn verleden achterna. Wat de waarheid niet of wel is. Welke regel van het spel is de grond van mijn bestaan. Ik ben onderweg naar Dennis. Het orakel zal wel traag zeggen wie mijn vader wel is. Maar de vraag die ik mij stel is mijn moeder, mijn mama. Wie gaf mij het leven? Wie heeft mij geven? Ben ik een mens? Wat wordt er straks op het? Ik ben onderweg naar Dennis. Het is de waarheid waar ik voor ga. Op mijn tocht bedenk ik wel eens. Is dit alles maar een spel? Ach, ik zie wel.
Daar komt het wel ongeveer op neer, ja. Ik zal voor u de kaarten leggen. De rotkaarten liggen nooit. Heden, verleden en toekomst zijn erin opgesloten. Tja. Wat? Ach. Wat is er? Te doen. Is het waar? Rustig, jongeman. Rust. Dat is wat de jeugd probeert. Rust. Overdenking. Zijn mijn ouders, zo moeilijk kan het toch niet zijn? Gewoon ja of nee. Wie is wie? Je vader is je vader. Oedipus. Oedipus. En je moeder is je moeder. Oedipus. Oedipus. Maar de kaarten voorzien onheil, moord, ontucht. Moord? Ontucht? Hoe dan? Begrijp ik niet. Dit is
nieuwsdienst met een extra uitzending. Gistermiddag heeft in Chicago, vlak voor het Crown Center, een schietpartij plaatsgevonden. De bekende maffiabaas Laius Pantebe is daarbij dodelijk gewond geraakt. Volgens ooggetuigen was de moordenaar een jongeman met een zuidelijk accent. De politie gaat uit van een afrekening binnen het maffiacircuit. De familie heeft een sterke man nodig. Ik ben misschien niet sterk genoeg. Ik stel voor
wat degene die de Sphinx weet verslaan met jou trouwt. Dan slaan we twee vliegen in één klap. De familie krijgt een sterke kapel en jij blijft niet alleen achter. Maar je kunt toch niet zomaar vertrouwen met die dat eerste... Dat kan ik wel. Ik ben een echte, liefhebbende broer. Weet je nog? Neem niet kwalijk. Je hebt gelijk. Breng het volgende slachtoffer maar binnen.
het uit. Ik hoop wel dat deze het wat langer volhoudt dan de vorige. Als het zo vlot afgelopen is, dan vind ik er geen, laten we zeggen, voldoening bij. Waar ben ik? Wat gaat u met me doen? Hou je mond, slaaf. Jij spreekt alleen als je iets gevraagd wordt. Ja, maar als ik... Heb jij geen oren aan je hoofd? Jij spreekt alleen als je iets gevraagd wordt. Is dat zo moeilijk te begrijpen? Is dat zo moeilijk te begrijpen? Nee, meneer. Mevrouw. Kijk aan. Toch nog vlug van begrip. Dames, voor deze slaaf maken we gebruik van de rekbank. Ik hou van lange jongens. Oh, oh. Even wachten, Sphinx. Zo noem je jezelf toch? Sphinx. Sorry, mames, ik kon echt niks aan doen. Voor de drie van mij die ik heb laat maar, Andromea. Daar spreek ik later nog wel. Maar ik kon er echt niks aan doen, mames. Madame S. Is dat de S van sadisme? Satanisme. Of gewoon de S van Sphinx. Zo noem je jezelf toch? Sphinxje. En met wie heb ik het genoegen? U rent hier onaangekondigd naar binnen. Schiet als een wilde op mijn meisjes. Begint mij direct onheus te bejegenen. En net al eens het fatsoen om zich aan mij voor te stellen. Mijn naam is Oedipus. Ik kom uit Kansas City. En ik word de nieuwe capo di tutti capi van de familie Athene. Ach kijk! Dat verhaal heeft zich altijd ver op het platteland verspreid. Dat doet me deugd. Op die manier hoeven mijn jongens niet te laten ronselen. Maar komen ze uit zichzelf naar mij toe. Wat een luxe, wat een luxe. Dames, laat meneer Oedipus hier maar eens zien wat wij doen met praatjesmakers. Grootsmoedig. Testosteronbaan. Jij vergeet dat ik hier twee lachertjes heb en dat mijn hersens niet verwee zijn door de rommel die jij doet. Ik ga nu eerst. Jij gaat meer dat koestelijk moedje van je dicht houden. Of ik schiet hier gewoon de hele boel over. Weet je wat? Eerst maar zoek je eigen rechtbank hier te schieten. Maak je eigen voor je. Vastmaken. En jij denkt dat je hiermee wegkomt? Ik hou wel van mijn uitdaging. Ah, is dat zo? Dan heb ik een uitdaging voor jou. Een raadsel. Als je het oplost, laat dan mijn dames je heel. Zo niet? Dan volg je voorgangers naar waar ze ook maar mogen zijn. Prima, kom maar op met je raadsel. Ik heb niks te verliezen. Dan ken je mijn dames nog niet. Maar goed, let op. Wat heeft 's ochtends 4 benen, 's middags 2 en 's avonds 3? Is dat alles? Kun je niks wat beters bedenken? Die vertelden we elkaar van Kansas City toen we nog in de lui zaten. Het is heel simpel, de mens, kijk. De mens als baby op handen en voeten. Als volwassenen op 2 benen en als oude man met de stok. Tada! En wat die dames van jou betreft, lieve meiden, volg mij. Als nieuwe capo di tutti capi van de familie Athene, kan ik jullie een betere baan aanbieden dan dit. Sinistere gedoe hier. Ten eerste heb ik een paar bruidsmeisjes nodig. Yeah.
Was dat een mooie plechtigheid of was dat een mooie plechtigheid? Oh, het was geweldig. Lieve broer van me. Ik zal het nooit vergeten. Jongens, blijf jullie even bij de deur staan en houd je klapjes bij de hand. Je weet maar nooit nu de hele familie aan mee is. Moet dat nou? Ja, dat moet. En dat is direct ook de laatste officiële order die ik uitvaardig. Vanaf vandaag is Oedipus je capo die je capi. Jullie zijn alle onvoorwaardelijk trouw aan hem en aan de familie. Zijn wil is wet. En zo is het. Dan is mijn eerste bevel om maar eens een paar flessen open te trekken. Ik heb dorst gekregen van die bruiloft. Mag dan eindelijk die sleep af? Ik dacht dat je hem zo mooi vond. Hij is prachtig, mijn lief, maar ook lastig. Alles wat lastig is, daarom doen wij ons van. Laat me je helpen. Theresia, wat doe jij hier? Jouw koorts vertelt meestal niet veel goeds. Ik voorzie goed en ik voorzie minder goed. Vandaag alleen het goede nieuws, Theresia. Hoe ziet ons huwelijk er de komende jaren uit? Ik zie geluk. Ik zie voorspoed. Een gelukkig gezin. Twee jongens en twee meisjes. Maar ik zie ook... Oh, meer hoef je niet te weten. Dankjewel, Theresia. Vier kinderen, ach ja, je bent jong en je wilt wat niet waar. Het enige wat ik wil is geluk en liefde voor mijn lieve jonge vrouw. Oh, maar de gedachte alleen al dat haar iets zou overkomen. Denk daar maar niet aan. Denk daar maar nog maar aan. Ik zou me geen raad weten. Help me worden of geworden of het geld.
variant eenbloedige dan de andere ons weer een mooie toegevoegd. Ik kan me niet voorstellen dat zoveel lessen de dichter van de tour Oedipus ooit had gezien dat zijn Sphinx een SM-club zou runnen. En Oedipus zou worden tot een kabel, die kabel van een van de dubieuze familie. Jullie hebben er wel een luchtigheid in gebracht. Daarvoor applaus, ook voor de mensen die hier dan niet staan, maar zeker ook hebben bijgedragen tot de boom erin. En niet vergeten de Capo di Capi. Hij zit hier op de mosterij. Die doet die Capi. Actieve dienst, zal ik maar even zeggen. Dus, nou, dat wordt wel een moment. Ja, dus ga ik even applaus.